Nijmegen geeft het startschot voor grootschalige werkzaamheden in de Winkelsteeg. Op 1 november zullen hier weer auto's gewoon ook over dit stuk waar we nu op staan kunnen rijden. Dus soms is het even net een andere route, maar uiteindelijk gaat het erom dat we hier heel snel weer nieuwe wegen hebben liggen. En verder in het nieuws vandaag, verslagenheid en ongeloof in Puiflijk nadat een belangrijk busje in vlammen opgaat. En zwemjuf Joke neemt na 46 jaar afscheid van haar spartelles. Als je zo nu en dan door Nijmegen rijdt, is het je vast al eens opgevallen dat er momenteel flink wordt gewerkt aan het gebied rondom treinstation Goffert. De werkzaamheden zijn onderdeel van het vernieuwde gebied Winkelsteeg, een gebied waar in de toekomst gewerkt, gewoond en ontmoet wordt. Om alle plannen goed uit te kunnen voeren, moeten er wat aanpassingen plaatsvinden aan de wegen in de omgeving. Vanochtend werd het symbolische startschot gegeven voor deze grootschalige werkzaamheden. Om ruimte te maken voor de woningen die er gaan komen in het gebied Winkelsteeg, worden de wegen nu verlegd zodat er straks genoeg ruimte is om te bouwen. Door de werkzaamheden gaat het nog flink wat maanden duren voordat er weer automobilisten zonder om te rijden zich door het gebied kunnen bewegen. Op 1 november zullen hier weer auto's gewoon ook over dit stuk waar we nu op staan kunnen rijden. Dus soms is het even net een andere route, maar uiteindelijk gaat het erom dat we hier heel snel weer nieuwe wegen hebben liggen. Het opleveren van alle bouwprojecten omtrent het gebied Winkelsteeg is dan echter nog niet af. Het volledige bouwproces gaat volgens gemeente Nijmegen zo'n 10 jaar duren. De wegligging heeft momenteel de prioriteit, zodat deelnemers aan het verkeer ook kunnen wennen aan nieuwe routes. Het is vooral het stuk hier waar we staan, dus langs de velden ook van Kwik en bij het Bastion Hotel. Dat wordt allemaal naar één kant gebracht, dus tegen de voetbalvelden aan. Daardoor hebben we dan aan de andere kant ruimte voor rustige fietsenstraat. En meer aan het gebied richting de brug naar het kanaal gaan we het ook samenvoegen, zodat we daar een heel stuk hebben om echt op te gaan bouwen, om woningen op te zetten. De hoop is dat Winkelsteeg een groen en fijn gebied wordt waar mensen dicht bij voorzieningen zijn. Qua mobiliteit is het ook fijn dat bewoners dicht bij het treinstation Goffert zullen zitten. Dat niet iedereen meer de auto recht voor de deur heeft staan, maar keuzes kan maken om snel ook met de fiets, met het OV naar bestemming te komen. Meer woningen hoeft dus niet automatisch meer autoverkeer te betekenen. Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is om het laten staan van de auto te promoten onder toekomstige bewoners in Winkelsteeg. Dat gaat heel belangrijk worden, want we zijn in de hele stad zo aan het groeien dat we niet die groei ook van auto's erbij kunnen hebben, want dan loopt het helemaal vast. En daarom gaan we mensen hier vragen om ook andere keuzes te maken en daar goed over na te denken. En dan kunnen we zoveel woningen bouwen. Als we dat goed organiseren, dat mensen ook de alternatieven hier direct kunnen vinden. Ongeloof en verslagenheid in Puiflijk. Stichting Samen voor Oekraïne rijdt maandelijks vanuit het Drutense dorpje richting het oorlogsgebied om spullen te leveren aan de inwoners van Oekraïne. Afgelopen nacht schokt voorzitter Maurits ineens wakker van een knal. Het busje waarmee ze morgen richting het oorlogsgebied zouden rijden, stond in lichte laaien. Maandelijks rijdt Stichting Samen voor Oekraïne naar het oorlogsgebied toe om spullen te leveren aan de getroffen inwoners. Maar vannacht gebeurde het ondenkbare. Hun busje is volledig afgebrand. Wij werden vannacht om 4 uur wakker van een knal. Nou, vermoedelijk de accu die in het motorblok zeg maar, zit, die door de warmte ontploft is. Het vermoeden is dat iets daarvoor, een kwartier, 20 minuten daarvoor, de auto al in brand is gevlogen, in brand is gestoken. Dat wordt nog onderzocht. Dit is ons middel om hulpgoederen naar Oekraïne te brengen, naar mensen die het heel hard nodig hebben. En dat is helaas niet meer mogelijk. De stichting heeft de bus in september gekocht als vervanger van het vorige onbetrouwbare busje. De stichting heeft geen geld voor een nieuw exemplaar en hoopt met een crowdfundingsactie genoeg geld op te halen om alle kosten te dekken. Maar transport naar Oekraïne ligt voorlopig stil. Dat heeft voor ons als gevolg dat wij geen goederen meer kunnen ophalen, waar we allerlei afspraken voor gepland hadden staan, dat wij geen transporten meer naar Oekraïne kunnen rijden totdat wij een andere bus hebben. En dat ons magazijn, die al behoorlijk vol staat, gewoon dicht slipt. We hebben nu gelukkig kunnen regelen dat er morgen ad hoc een vrachtwagen komt die 33 pallets gaat meenemen. Maar ja, dat is maar een druppel op de gloeiende plaat, want er is nog genoeg voor 4 andere vrachtwagens en dat plannen we iedere maand, dus dat we iedere maand een rit maken. Voorlopig moeten Maurits en alle vrijwilligers bij de stichting hard aan de slag om alles weer op orde te krijgen. Ja, weet je bent zo 2 maanden verder en wij kunnen niet 2 maanden wachten en de opslag tot aan de dak toe volzetten en de mensen daar maar laten wachten. 400 gezinnen per week worden daar ondersteund door de spullen die wij brengen. Ja, dat kan niet, dat kan gewoon niet.
En daar slaap je slecht van. Daar slaap je echt heel slecht van. Ik kan er nog steeds niet naar kijken zonder de beelden van de tanks, uitgebrande tanks in Oekraïne terug te zien. Dat ik denk, dit kan gewoon niet, jongens. Dit gebeurt niet in Nederland, maar blijkbaar wel. Na alle onrust en vertrekkende wethouders in de gemeenteraad van Overbetuwe hebben de formerende partijen CDA, D66, VVD, GroenLinks en PvdA inmiddels een akkoord bereikt voor een nieuwe politieke samenwerking. Het college wordt daarbij aangevuld met de nieuwe wethouders Karel Grim namens de VVD en Evert Westerbeek namens D66. In september zal het nieuwe coalitieprogramma door de raad besproken worden. Een 70-jarige man uit Groesbeek is om het leven gekomen bij een crash met een zweefvliegtuig in Duitsland. Het slachtoffer is Johan Hamelink, voorzitter van Nijmeegse Aero Club, zo is bevestigd door een clublid. De crash vond plaats tijdens het opstijgen. Op dat moment zat alleen Hamelink in het vliegtuig als piloot. Na de crash werd hij nog gereanimeerd, meldde Duitse media, maar dat mocht niet baten. Hij overleed op het vliegveld aan zijn verwondingen. Bedrijven in Wijchen gaan als proef binnenkort zelf energie opwekken met windwokkels, het kleine wokkelvormige broertje van de windturbine. Ze willen onderzoeken of windwokkels kunnen bijdragen aan het halen van hun duurzame energiedoelstellingen en of het een middel is om bedrijven en inwoners minder afhankelijk te maken van energiebedrijven. Ook moet de pilot antwoord gaan geven op de vraag of windwokkels geschikt zijn voor toepassing in woonwijken. De gemeente denkt dat windwokkels in de bebouwde omgeving vanwege de windsnelheid op lage hoogte niet rendabel zijn. West Maas en Waal is akkoord met Levent Karahan over de aankoop van de twee kapitale villa's van de ondernemer in Maasbommel en Wamel. Karahan zou hiervoor de gemeente Oekraïners in gaan opvangen. Dat kwam er echter nooit van, omdat het college op het laatste moment terugkrabbelde. Het financiële conflict dat daarna ontstond lijkt met de aankoop van de panden eindelijk voorbij. De gemeente wil voor beide panden samen een bedrag van 4,2 miljoen neerleggen. Het afkopen van de huidige huurovereenkomst is hierbij inbegrepen. De raad moet de deal nog wel goedkeuren. En vanavond vindt de eerste van twee concerten plaats van Bruce Springsteen en de E Street Band in het Nijmeegse Goffertpark. Nadat om 4 uur het terrein alvast openging, startte om 17:15 het voorprogramma van Benny Sings. Springsteen zelf speelt van 19:45 tot ongeveer 11:00. Ook zaterdagavond zal de Amerikaanse zanger in het Goffertpark staan. Dan extra bijzonder, want dan wordt het meteen het 60ste concert dat er in het Nijmeegse park zal plaatsvinden. Over niet al te lange tijd zal er een einde komen aan het winkelcentrum De Molenpoort in het centrum van Nijmegen. Het centrum gaat plat en er komen reguliere winkelstraten voor terug. Dit vooruitzicht bevordert het winkelaanbod in De Molenpoort natuurlijk niet. Maar daar springt Paul van Mediadroom slim op in. Zo heeft hij in het pand waar tot voor kort Big Bazaar in zat, inmiddels een pop-up tentoonstelling gerealiseerd. Mediadroom zit al ruim 10 jaar in Passage Molenpoort. Het museum heeft inmiddels 2 locaties in het winkelcentrum en ook 2 etalages met wisselende thema's. Het museum wordt omschreven als een beleving, een wereld waarin nostalgie, hedendaagse beeldcultuur en nieuwe trends tot leven komen. En wij hebben de mogelijkheid gekregen om naast de 2 locaties voor ons museum nu ook een mooie etalage in te richten, waar we een collectie van onze pop-up boeken laten zien. Dus er gebeurt nog van alles in De Molenpoort en 1,5 jaar lang bruist het nog. Na die 1,5 jaar maakt het winkelcentrum plaats voor nieuwe bebouwing met maximaal 435 woningen. Ondanks dat er al winkels aan het verdwijnen zijn in De Molenpoort, loopt men gelukkig niet rond in een uitgestorven winkelcentrum. Er komen nog gelukkig steeds nieuwe initiatieven bij in De Molenpoort. Dus wat dat betreft is er nog inderdaad genoeg te doen. Zo ook voor Mediadroom. De collectie blijft logischerwijs groeien doordat de televisie- en mediawereld ook niet stil blijft staan. We gaan de komende 1,5 jaar druk bezig om een nieuw concept te ontwikkelen. We willen eigenlijk een groot popculture centrum in Nijmegen beginnen, starten. Dat is natuurlijk afhankelijk van de locatie waar we terechtkomen. Daar zijn we naar op zoek en zijn we ook contacten voor aan het leggen. Hierbij zoeken ze ook andere bedrijven en ondernemers die bij hun concept aan zouden willen sluiten. De voorkeur van Mediadroom ligt dan wel bij een samenwerking met bedrijven en ondernemers die ook affiniteit hebben met de popculture om elkaar te versterken.
Al sluiten ze een samenwerking met een ander museum ook niet uit. Het is nog in ontwikkeling, maar je moet het een beetje zien als een grote ruimte waar meerdere winkeltjes zitten, maar ook waar doe-activiteiten, waar een stukje horeca in zit. He, je kunt denken aan de tabletop games, Warhammer, dat daar een ruimte komt waar alle clubs uit Nijmegen kunnen spelen, waar toernooien gegeven kunnen worden, Lego bouwwedstrijden. Dus tot nu toe is de sky is the limit, maar het is natuurlijk, hangt allemaal af van welke ruimte we vinden. En ja, daarvoor zijn we eigenlijk zowel met de gemeente in gesprek als zijn we ook contact aan het leggen met vastgoedbeheerders. Badjuf Joke Hermsen neemt na bijna een halve eeuw voorgoed afscheid van haar geliefde spartelclub in het Sportfondsenbad. Al 46 jaar lang zorgt Joke voor een echt spetterfeest voor baby's en peuters. Generaties zijn zwemveilig opgegroeid door de lessen van Joke. Het is dan ook een emotioneel afscheid voor iedereen. Na 46 jaar neemt zwemjuf Joke afscheid van haar spartelclub en gaat ze met pensioen. Deze week staat ze voor de laatste keer tussen de spetterende peuters in het zwembad. Het einde van een tijdperk, volgens Joke. Het was geweldig. Het was heel en heel leuk. Ik heb de ouders gehad en nu daar komen nu ook de kinderen van. Het was één heel groot feest. Toen ik zelf goed op zwemles zat hier bij West, zat ik ook al van Joke. Dus ja, dat is ook al 33 jaar geleden, denk ik. Dus het is heel leuk dat ik dan nu ook met mijn zoon bij Joke zit. Maar ja, het is gewoon bijzonder dat het al zo lang hier werkt. Ja, het is gewoon raar. Het is een soort van instituut. Als jij 46 jaar ergens bent, ja, die was hier al voor het zwembad er stond. Dan het is gewoon bijzonder. Je zag altijd of achter de balie zitten, of hier rondschuivelen, of hier in het bad. Kent je kinderen bij naam. Vraag naar de voortgang met de zwemles. Het is gewoon bijzonder als zo iemand dan er is, maar ook als ze weggaan. Het wordt wel gemist, denk ik. Ze zorgt ook dat de kinderen dingen durven uitproberen. Onder water gaan, van de glijbaan. Dus, een hele leuke juf. Ja. Voor velen is Joke verbonden aan herinneringen van de eerste keer zwemmen. Ze staat bekend om haar enthousiasme en aanmoedigingen, waardoor iedereen goed heeft leren zwemmen. Spetteren, zwemmen, leren zwemmen. Wat vind je het allerleukste? Onder water zwemmen. Ja? Hey, en hoe is het voor jou als ouder dat Joke afscheid gaat nemen? Ja, gek. Zeg maar, om van jaren Joke gaat weg. Ja, wat ga je een kind van 3 uitleggen wat pensioen is, weet je wel? Ja. Dus gek. Ik ben benieuwd wat de vervanging gaat komen en wat er gaat worden. Zo gaat het, is een andere woensdag. Ja. Ja. Ja, want hoe was zij als zwemjuf? Ja, gewoon altijd heel betrokken en sociaal en heel warm. En de kinderen wilden altijd zo graag er naartoe. Dus dat was altijd leuk, fijn. Joke geniet nog volop van de laatste lessen en het afscheidsfeest met alle kinderen en ouders. En je ziet het, iedereen is er om afscheid te nemen. Het is één grote feestweek. Ja, toch wel emotioneel ook? Heel emotioneel. Ja, ik zie het ook aan u. Het doet echt wat, ja. Na weer een heerlijk zomerse dag moeten we morgen even inleveren op de temperatuur. Het kwik stijgt niet verder dan een graad of 22 en er staat ook een matige wind vanuit het westen. Het weerbeeld bestaat verder uit een afwisseling van zon en wolken en met een beetje mazzel blijft het gewoon droog. Zaterdag gaan we weer iets omhoog in de temperatuur met 26 graden, maar daarna is het echt even gedaan met de hitte. We krijgen weer met wat buien te maken en het kwik blijft volgende week weer rond de 20 graden steken. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van donderdag 27 juni. Kijk voor het laatste nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7-app. Morgen zijn we weer bij je terug, dus graag tot dan.